ik weet niet hoe het met jullie zit, hoor. Maar, hey, die klimaatkneuzen, die worden dus met de week worden ze lolliger en geestiger. Ja, ze zijn, ja, die zitten gewoon te solliciteren naar de Polifinario of zo, zo'n cabaretprijsje. Of naar, die willen graag medailles krijgen bij carnavalsverenigingen. Ja, daar zijn ze op uit, want het is puur volksvermaak, vrienden. Ja, geweldig. En nu zijn ze nog lolliger dan ooit. Met die Caries van Houten. Zo'n actreutel. Ja, heb je die gelezen? Die van Houten. Nou, helemaal top. Want die had een stuk gelezen over hel en verdoemenis natuurlijk. Over de wereld en het klimaat. En die was toen helemaal in de war geraakt. Ja. En die zegt zelfs dat ze, het was bijna psychotisch. Ha! Hey, dan ben je goed ver heen, hoor. Ja, dan ben je. Nou, dat is vroeger. Ja, vrienden. Vroeger had je gewoon het gekkenhuis. Ja, dan zeiden ze, kom wel goed hoor, mevrouw, komt u wel rustig mee hoor. En dan kreeg je een injectietje en daarna gewoon een paar pilletjes. En dan mocht je na een paar weken, mocht je weer naar huis. En dan zeiden ze, nou, ome Herman is weer thuis uit het gekkenhuis. Maar nu lopen ze gewoon vrij rond. Maar in ieder geval die van Houten, die was dus psychotisch geworden en was, ja, en nu hou je vast, hè. Als je dit niet gelezen hebt, dan geloof je het niet, maar het staat er echt. Ze is gegaan naar een klimaatpsycholoog. Ha! Nou ja, dat is niet eens de gekte voorbij. Ja, niet zozeer dat zij daarheen gaat, maar ook dat die mensen bestaan. Die zijn ook knettergek. Klimaatpsycholoog. Ja, en die zeggen dan, zo'n klimaatpsycholoog, die zegt dan dat het goed is dat je je gevoelens benoemt, want anders loop je vast. Ja, ja, goed. En die zeggen ook, dat zegt zo iemand die zegt, ja, je moet je eco-emoties, ja, hebben jullie die, jongens? Ja, ja. Jullie en ik hebben onze eco-emoties, die moet je omarmen. Ja, ja, vrienden, ik heb het al eerder gezegd. Wij gaan nog zoveel plezier beleven aan de klimaatkneuzen. Ja, en ik zou ze ook willen aanmoedigen. En alsjeblieft vragen, ga alsjeblieft door.